Goedemorgen, staatssecretaris en Tanja en mevrouw Vrij. Mijn vraag is het volgende. Het gaat over de ingediende motie woensdag in de Tweede Kamer in verband met draft. Aruba mag nu een lening aanvragen elders, weliswaar tegen de hogere rente, om de liquiditeitsschuld te kunnen herfinancieren. Dat mocht hij eerder niet doen en nu wel. Daarom was een Tweede Kamerlid niet tevreden en had woensdag een motie ingediend voor verduidelijking. Mijn vraag is nu, waarom heeft u die verandering toegestaan? Dat kan leiden uiteindelijk tot een hogere schuld voor Aruba, wat Nederland juist niet wil. Misschien even het volgende. Nummer 1, Aruba heeft altijd al de mogelijkheid, en dat heeft Aruba ook gebruik van gemaakt, om op de kapitaalmarkt geld te lenen. Maar vanwege de zogenaamde credit rating die Aruba heeft, betekent dat vaak dat je dan geld leent tegen een hoger rentepercentage dan Nederland geld kan lenen. Want wij zijn een zogenaamd AAA-land. We hebben de hoogste kredietwaardigheid, de status van de hoogste kredietwaardigheid, en betalen relatief minder rente dan Aruba. Het idee van de herfinanciering van de lening is vooral dat wij graag die herfinanciering willen doen. En dat we dat ook willen doen tegen het percentage waar dat ook geldt voor Nederland. Maar we hebben wel gezegd dat als voorwaarde voor de herfinanciering geldt voor Aruba, dat zij die Rijkswet voor financieel toezicht aannemen. En wanneer dat niet het geval zal zijn, dat er dan een hoger rentepercentage zal gelden. Punt. Dus dit is het. Maar Aruba kan al gewoon lenen op de kapitaalmarkt, maar betaalt dan een hoger percentage dan wanneer het land leent bij Nederland. Nou, waarom de motie dan eigenlijk? Dat heb ik niet goed. Nou, die motie is eigenlijk, en daarom heb ik die ook oordeel Kamer gegeven, een onderstreping van het beleid wat ik heb aangekondigd. Maar heeft u inderdaad veranderd van opinie dan dat het eerst niet mocht en toen wel, want dat begreep ik van nee, de... nee, het mocht altijd al. Dus Curaçao en Sint Maarten niet. Dus Curaçao en Sint Maarten kunnen niet op de kapitaalmarkt lenen. Maar Aruba wel, als gevolg van de afspraken die toen gemaakt zijn rondom de staatsapparten. En Aruba heeft dat ook gedaan. Die heeft ook leningen. Het land heeft geleend op de kapitaalmarkt. En ook dus zowel binnen als in het buitenland. Binnenland in de zin van binnen Aruba en buiten Aruba. Maar het leidt toch op een hogere schuld dat Nederland niet wil hebben, toch? Als je dat... Ja, nou kijk, het is natuurlijk aan Aruba om te bepalen wanneer ze geld willen lenen en bij wie ze dat doen. Maar het is voor Aruba aantrekkelijker om geld te lenen bij Nederland dan op de kapitaalmarkt. Maar wat wij heel erg relevant vinden, en daar ging die motie eigenlijk over, is dat als we die herfinanciering dat gunstige rentepercentage doen, namelijk het percentage wat ook Nederland betaalt, dan vinden we het van belang dat er ook goed financieel toezicht is. Zoals dat overigens ook geldt voor Curaçao en Sint Maarten, want die hebben allebei al zo'n Rijkswet. Alleen Aruba werkte nog met een landsverordening en wij willen graag dat er ook een Rijkswet gaat gelden. Ja.